Welkom bij de video van lokaalvindbaar.nl. In deze video ga ik je laten zien hoe je makkelijk affiliate producten kan inbrengen of welk product dan ook. Mocht u een webshop willen opstarten, volgt u dan deze video's. In deze video's laat ik precies zien hoe u snel en makkelijk een webwinkel kan beginnen. Waar zijn we precies gebleven? Ja, we hebben dus eigenlijk in het vorige veld... hebben we de meta description hebben we ingevuld, we hebben de title hebben we ingevuld. Ja, wat we nu moeten doen is dus eigenlijk moeten we al deze vakken gaan invullen, zodat de producten kunnen worden geüpload naar de webshop. Nou, waar beginnen we mee? Ik probeer het allemaal zo duidelijk mogelijk probeer ik het voor u uit te leggen, zodat u het makkelijk kan volgen. Het zal u af en toe misschien een beetje te snel gaan. Dan kunt u natuurlijk altijd de video kunt u terugkijken van ja, welke handeling verricht ik precies en op welk moment en wat is wat. Nou, laten we beginnen met de SKU. Ja, de SKU is eigenlijk een soort ID van het product wat u verkoopt. Dus wat ik dan eigenlijk doe, ik sleep het product, dus ik ga erop staan. Hè, en ik sleep het product, sleep ik naar de SKU. Dus die staat nu hier. Dus dit is eigenlijk het ID. Die staat nu in de SKU. En dan ga ik nu verder met de product URL. Je ziet hier staan URL. Ja, dat is gewoon eigenlijk de product URL. Ik doe altijd tegenwoordig niet meer bestel, maar meer informatie. Ja, zodat ze eigenlijk denken dat ze meer informatie kunnen krijgen. Maar op dat moment dat ze dat aanklikken, servers eigenlijk naar de desbetreffende webshop waar het product daadwerkelijk wordt verkocht. Dus dat wordt in dit geval niet in mijn webshop verkocht. Dus ik heb ook geen voorraad, ik hoef niet af te rekenen, ik heb geen BTW. Waar gaat het eigenlijk om is dat ik provisie krijg over de producten die via mijn webshop worden verkocht. Even kijken, we gaan naar de button tekst, meer informatie, vul ik hierin. Dus ja, ze zijn gewoon aan het lezen, krijgen een kort stukje tekst met productinformatie. Waarschijnlijk willen ze dan nog meer informatie lezen, iedereen wil dat. Op het moment dat je geïnteresseerd bent en wat je dan doet, dan klik je op een knop en dan ga je dus eigenlijk naar de webshop waar de producten kunnen worden afgerekend. Nogmaals, dat is niet in mijn webshop. In mijn webshop wordt niet afgerekend. Ik zorg alleen dat ze op mijn webshop terechtkomen. Daarna stuur ik ze door naar een webwinkel waar de producten kunnen worden afgerekend. En wordt er afgerekend. Dan volgt er natuurlijk provisie. Heb ik u in de afgelopen video's laten zien hoe dat precies in zijn werk gaat. Dan hebben we regular price en sales price. Het is allemaal in het Engels. Dus mocht u wat minder goed zijn in Engels, volgt u gewoon deze video's. Dan komt u er even goed gewoon uit. Kijk, we zien hier from price zien we hier staan. Dat zitten we hier. Dus die gaan we hier gewoon netjes invullen. Dus dat is eigenlijk, zeg je dan, het kost normaal €64, maar u betaalt nu €55, om maar een voorbeeld te geven. Een soort van call to action. Hier doe ik altijd gewoon even eerst de prijs. Dan doe ik een spatie en dan doe ik de currency. Want de currency is namelijk euro's. Dan komt dit er ook heel netjes gewoon in staan, euro's met het bedrag. In dit geval is dat €18,95. Wat ga ik verkopen? Een Pure Liner Boxer Short, dames. Laten we verder gaan. We komen dan bij de productcategorie. Heel belangrijk. Dus dan doe ik het zo. Dus de categorie is sport. Ja, wat ik hier kan doen, dan kan ik dus ook een subcategorie kan ik toevoegen. Hier krijgen we categoriepad, maar ik doe een subcategorie. Dus we gaan hier de subcategorie gaan we inzetten. En dan hadden we nog een subcategorie. Dus wat we dan eigenlijk krijgen is een hele mooie string. Dus dan zullen we bijvoorbeeld krijgen sport, dameskleding. Dat zal dan bijvoorbeeld een categorie zijn. En hier ziet u subcategorie en dan krijgen we nog een subcategorie. Dan kan ik even niet zien welke subcategorie dat precies is. Maakt op zich niet uit. We gaan zo direct gaan we een test doen. En dan gaan wij bijvoorbeeld 5 producten uploaden.
En kijk of deze vijf producten netjes in de webshop zijn gekomen. Hoe de meta-description is, hoe de title is, of alles goed staat. Ja, of u daar tevreden over bent. Want op het moment dat u tevreden bent... Ja, ik heb dus, aan de bovenkant ziet u dat. Ik wil dus 1200 producten wil ik importeren in mijn webshop. Nou, een tag is op zich ook altijd belangrijk. Dus we doen ook een tag... ja, dan gaan we eigenlijk naar het SEO-gedeelte. En het SEO-gedeelte, dat heet in dit geval Custom Fields. Even kijken. Ja, de meta-description heb ik al ingevoerd. Wat ik ongeveer denk dat de meta-description moet zijn. Het mooie van dit programma is die ik gebruik. Dat is dus de WP All Import plugin. Kunt u gewoon bij lokaal vindbaar, kunt u die bestellen. Stuurt u dus noods een mail, laat u een bericht achter dat u interesse heeft. Of belt u naar 085-7500-865. Dus 085-7500-865. Ja, dan kan ik u de plugin, kan ik u toezenden per mail nadat er een betaling heeft plaatsgevonden. Dan kunt u de plugin meteen gebruiken op uw webshop. En u volgt gewoon simpel deze video's. Wat ik al zeg, dan gaat u er zeker uitkomen. Laten we eens kijken. We hebben de meta description hebben we ingevoerd. Dat had ik als eerste gedaan, omdat ik dit heb gekopieerd van het veld hiervoor. Want daar ga je namelijk de title en de meta description invoeren. Eens even kijken. Ja, we hebben natuurlijk een title nodig. En we hebben hier een title. En we hebben een title, we hebben een focus keyword... En we hebben meta keywords, dat zijn meerdere keywords. Even kijken. Nou, die zie ik dan even niet staan. Even kijken, meta description, de title, de focus keyword. Hey. Nou, dan ga ik zo nog even naar kijken hoe dat precies zit, want ik zie nu even geen meta keywords staan. Het kan wel eens ontbreken in de custom fields. Ja, de title, dat is eigenlijk deze die hierboven zit. Dus Pure Line Boxer Dames. Nou, dat lijkt me gewoon prima in orde. Ja, die mag meestal langer worden. Sorry, neemt u me niet kwalijk. Ik moet precies andersom doen. Ja, normaal gesproken begin ik ook gewoon met het focus keyword. Dus laten we het zo zeggen. Het focus keyword, Pure Line, even kijken, wat zeg ik? Line Boxer Dames... Die, dat is dus het focus keyword en de title. Dat is iets langere versie als in feite het focus keyword. Dus wat ik hier meestal doe is gewoon, ik zet er de prijs achter, want die is ook lekker kort. Dan krijg je dus alleen maar euro en dan €18,95. Dan weten we ook precies wat het kost. Dus dat vind ik zelf wel handig om te doen. Het focus keyword houden we gewoon precies hetzelfde. En wat we dan eigenlijk nog moeten hebben is de... de meta keywords. Meta description, meta title, focus keyword. Even kijken. Ja, die zitten gewoon even niet bij. Dan ga ik even naar een andere webshop die ik al heb gedaan. Wat we dan willen, dan gaan we even naar de WP All Import plugin en dan kunnen we Manage Import doen. Ja, maar dan ga ik hem daar even van kopiëren. Dan hoef ik dat niet allemaal zelf te maken. Edit Import. U ziet dat u kunt ook gewoon die import weer editen. Dus u kunt altijd alles veranderen. Ja, wat ik u zei, dit is de title, dit is het begin van het veld eigenlijk waar je alles invult. Dan gaan we hier weer naar Custom Fields. Kijk, en hier hebben we de Yoast WP SEO meta keywords. Nou, deze moeten we hebben, want we willen meta keywords willen we hebben. We willen meerdere woorden willen we als keyword willen we inbrengen, zodat we genoeg keywords hebben waarop we gevonden kunnen worden in de webshop. Neemt u niet kwalijk, ik heb altijd redelijk veel openstaan, werken aan heel veel verschillende dingen. Dan kunnen we er eentje editen, en dan kunnen we die erbij zetten. Nou, dan is de naam natuurlijk 100% een keyword. Dus het werkt eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Een comma doet u. Moest even denken. Even kijken. Dan lijkt me dit ook een keyword. Hè? Dat is de categorie. Dus dat doen we ook. Dan kunnen we zo direct allemaal gaan nakijken of dat zo is. Ik doe ook even brand. We gaan het zomaar controleren. We doen gewoon een run met 5 producten.
En we gaan kijken of die goed is of alle keywords er netjes in staan. Dan het categoriepad. Kunt trouwens ook, kunt u dat gewoon zo verschuiven hier. U ziet dat. Zo. En dan hebben we de subcategorie. Zo. En nog een subcategorie. Ja, dat is 9. Je ziet het ook in getallen. Dus 4, 8 en 9 hebben we nu. En 1. En we hebben de naam. Dus even om het simpel te zeggen. Kijk, het keyword is in dit geval natuurlijk puur lime boxer dames. Nou, dat is name. Zo heet dat. En ja, die hebben we gewoon netjes ingevoerd. Dus het lijkt me dat we nu alle keywords op een rijtje hebben. Ja, dan kan je nog zeggen, is het een man? Kan je de kolle kan je nog toevoegen? Dus de kleur kan je toevoegen. Kan ook nog een keyword worden. Of het een man, vrouw is. Ja, die mogelijkheden bestaan allemaal. Dus we doen het gewoon voor de gein. Doen we dat gewoon even. We voeren het in. Kijk, en zo kom je dus echt wel aan je keywords. Zodat je gevonden wordt in Google. De kleur. Zo. Nou, dan gaan we de image gaan we inbrengen. En waar is de image? De image is hier. Ik doe hem dan altijd zo. En deze zet ik er gewoon even simpel achter. Dat, ja, dan hebben we dus in feite hebben we nu gewoon het, de image hebben we gedaan. Download de image. Nou, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Mark Kooijman van lokaalvindbaar.nl. Ja, dan hebben we dus eigenlijk alles gewoon ingevuld. We moeten nog meer invullen, hoor. We zijn er nog niet. We moeten best wel veel invullen. Even kijken. Deze doen we zo. Dat is de title. Nou, die maken gewoon even precies hetzelfde. Dus dan doe ik gewoon even, neemt u niet kwalijk, de prijs erachter. En de currency. Ja, dan doe ik in dit geval in de caption doe ik even de description. De description is veel langer, die gaan we zo nog toevoegen. Dus vandaar dat ik die niet in het begin heb toegevoegd. Want ja, ik heb er al wat meer ervaring mee opgedaan. En dan zal je zien dat in het begin, als je dus de description gaat inbrengen. Ja, dat die description veel te lang is voor je meta description voor ja, de Yoast plugin, voor je SEO. Dat doe ik altijd gewoon weer. Deze, dus ja, het focus keyword eigenlijk in feite. En dan sluit ik het af weer met de prijs. Dus dan krijg je een mooi overzicht. De alt tag, nou, dat is eigenlijk het main focus keyword. En hier zou je dan weer een description kunnen geven. Nou, dat doe ik dus ook. En dan wat ik dan gewoon simpel doe. Dan begin ik gewoon even met weer het focus keyword, hè. Pure Lime Boxer Dames. Ik doe de description doe ik erachter. En ja, desnoods kopieer ik even wat uit mijn meta description. Dat is hier. Zodat we alle keywords daar ook nog een keer in hebben zitten. Dus die kopieer ik even hier naartoe. Ja, dan hebben we dus gewoon. Eigenlijk is dit dus de image die ik nu doe. Dus ik geef de image geef ik natuurlijk ook een naam. Ja, ik geef hem een title, ik geef hem een caption, ik geef hem een alt tag, dus het focus keyword. En ik geef zelfs, ja, de foto geef ik een description. Zodat alles gewoon duidelijk is wat die foto precies is. En die foto correspondeert natuurlijk met het product die ik aanbied. Ja, hier krijgen we dus een, dan kan ik eigenlijk in feite gewoon dit kopiëren. Kijk, en dit is de description. En deze description die komt onder het product te staan. Zodat je gewoon, ja, als mensen het product zien, dat ze dan ook mooi een description krijgen. Wat is precies het product? Dat kan u hier zien. Even kijken, sportondergoed. Even kijken, reguleert de lichaamstemperatuur, houdt het lichaam warm. Dat is dus eigenlijk de omschrijving van het product. Wat is het product precies? Ja. Even kijken, dus ja, ik heb nu gewoon even de informatie genomen die ik al had. En dan doe ik er nu achteraan, doe ik een description. En ik sluit weer af met de prijs, want het is wat makkelijk als je de prijs ziet staan.
En dat had ik trouwens ook in de foto laten zien, of in de image. En dat ga ik u zo nog even laten zien. Dat is hartstikke mooi. Want dan krijg je namelijk op het moment dat mensen op de foto klikken van het product, krijgen ze ook bij het product krijgen ze een beschrijving en een prijs. Nou, volgens mij werkt dat gewoon heel erg goed, zodat ze lang blijven kijken naar het product die ze willen kopen. Ja, dan hebben we eigenlijk in feite gewoon alles gedaan wat we moeten doen. Dus nogmaals, ik herhaal, we hebben de SKU ingevuld, we hebben de product-URL ingevoerd, die zit hier. We hebben de buttontekst hebben we ingevoerd, we hebben de prijs, dus wat was de prijs en wat is de prijs nu? Zodat ze, ja, het is een soort van call to action, van, hij was €55 en dat kost nu bijvoorbeeld €45. Dus ja, een reden om natuurlijk dat product dan te gaan kopen, omdat ze dan al een korting zien. Een product tag hebben we toegevoerd, we hebben een meta description gegeven. We hebben een titel gegeven, we hebben het focus keyword opgegeven en we hebben de keywords. Dan gaan we gewoon zo direct controleren of dit allemaal goed staat. Ik ga u dat allemaal in een voorbeeld laten zien in de volgende video. Ja, we hebben dan de image hebben we een naam gegeven, een titel, een caption, we hebben een alt text gegeven en een description. We hebben de author hebben ingevoerd, dus ik ben degene die dat in heb gevoerd. Altijd makkelijk als je dan een naam erbij hebt staan. Mark Kooijman, dat is mijn naam van lokaalvindbaar.nl. Even kijken, ja, dit hoeft u helemaal niets aan te doen. Dat moet u gewoon laten staan. Dit is ook wat voorgesteld door de plugin. Ja, nu zouden we de template kunnen saven. Maar dat doen we niet, want we gaan gewoon een run doen. Dus we zeggen nu finish. Ja, sorry, ik praat veel in het Engels. Komt ook omdat de plugin in het Engels is. Wordt niet vertaald in het Nederlands. Ja, wat u nu eigenlijk aan het doen is, u ziet het, hij is nu eigenlijk die... nu had ik eigenlijk 5 producten moeten zeggen. Dat is heel stom, want nu gaat u dus eigenlijk een run doen met alle producten. Dus ik ga hem zo even stoppen. En dan gaan we gewoon 5 producten gaan we invoeren. Ik was iets te snel. Kan gebeuren. Dus dat ga ik zo nog even doen. Dus ik hoop dat u dit interessant vindt. Kijkt u gewoon naar de volgende video. Dan leg ik, ga ik precies laten zien wat er is gebeurd nadat we de producten hebben ingevoerd. En hoe we dan verder gaan. Hoe we alles in orde maken met betrekking tot de SEO. We gaan het product even controleren of alle keywords goed staan, of de meta description lang genoeg is, of we enigszins al wat scoren in de Yoast SEO plugin. En ik laat u gewoon in de video's precies zien hoe u een eigen webshop kan maken. Nogmaals, mijn naam is Mark Kooijman van Lokaal Vindbaar. Surft u naar onze website www.lokaalvindbaar.nl. Liked u ons of volgt u ons, subscribe, schrijft u zich erin op YouTube. Ik hoop u te zien in de volgende video. Vriendelijk bedankt.